Het kind staat centraal. Daarom wordt er voortdurend gewerkt aan het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs in Suriname. De boodschap van de onderdirecteur ontwikkelingsdienst op het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, Daniela Rosario, in verband met de Internationale Dag van het Onderwijs vandaag. Het thema dit jaar is Stop Pesten. Jaarlijks wordt op 24 januari de Internationale Dag van het Onderwijs gevierd. Deze dag symboliseert het streven van de VN naar inclusief en gelijkwaardig onderwijs als sleutel tot het bevorderen van kansen, gendergelijkheid en het bestrijden van wereldwijde armoede voor duurzame ontwikkeling. Gekeken naar de huidige ontwikkelingen in het onderwijssysteem valt te concluderen dat er meer wordt gewerkt aan de transformatie van elk kind. Het kind staat dus centraal. Kijken naar het kind van nu is dus dat we in ons onderwijs, waar we voorheen hadden dat alles, zoals we het noemen, traditioneel onderwijs, leerstofgericht, gaan we dus nu meer richting de ontwikkeling van het kind. De brede ontwikkeling van het kind om te kijken van waar staat het kind nu? Wat kan het kind wel, wat kan het kind niet? En dat is eigenlijk die transformatie, die onderwijsvernieuwing die we hebben ingezet vanuit het ministerie. Om gewoon na te gaan van hoe ga je het kind begeleiden om te komen naar die wereldburger die het kind moet vormen voor de toekomst. Rosario zegt dat er vanuit het ministerie wordt gewerkt aan het brengen van onderwijs naar een hoger niveau met als belangrijke factor de student. Het ministerie streeft naar het gelijkstellen van het Surinaams onderwijs naar internationale standaarden. Als je kijkt naar wat er gebeurt vandaag in de wereld binnen onderwijs, gaat onderwijs een transformatie in. En niet alleen in Suriname, maar eigenlijk ook wereldwijd. Momenteel is dus de minister naar Chili voor de ministeriële conferentie van de UNESCO voor ministers van onderwijs met als thema Transformation Education. En dat is dus het traject dat eigenlijk men heeft ingezet wereldwijd om te kijken van hoe brengen we ons onderwijs nu richting de toekomst. Waar willen we naartoe? Over een x-aantal jaren rekening houdende met SDG 4. De onderdirecteur besluit met de oproep aan elk individu te blijven werken aan goed onderwijs en het begeleiden van de studenten daarin.